deze workshop over droogte. Hierin gaan we op zoek naar de mogelijkheden. Of ja, hier gaan, na deze workshop gaan we gewoon de juiste dingen doen. Ik wil jullie eerst heel even meenemen naar afgelopen maandag, Pinkstermaandag. Ik zit in een auto, rijd op een wijntje, het is lekker weer, kinderen spelen buiten. Ik zie kinderen spelen op de stoep met een bal. Ik denk, oké, kinderen met een bal, opletten, want die bal, als die de straat op rolt, dan rolt er zo een kind achteraan. Dus, nou, niet te hard, sowieso niet te hard te rijden natuurlijk. Opletten op die kinderen. Zie ik ineens in mijn rechterooghoek, tussen de auto's door, zie ik een peutertje op een loopfietsje komen. Ik denk, fuck, het zal toch niet waar zijn. Adrenaline overal vol in de rem. En gewoon echt even mijn ogen dicht. Zie ik gelukkig dat kind in mijn linkerooghoek ook weer doorloopfietsen richting de kindjes met de bal. Niks vermoedend, vrolijk, la la la. Maar ik heb echt nog wel even de tijd nodig. Want, fuck, je zal het kind maar gewoon onder je auto hebben. Zo'n moment realiseer je ook, ben je wel met de juiste risico's bezig? Die kinderen op die stoep met die bal, zijn dat niet te scheuren in onze kades? En die, hebben we die loopfietsjes wel duidelijk in beeld? Nou, dat brengt ons bij vandaag. Ik wil graag met jullie op zoek naar de loopfietsjes. Want zijn we wel echt met de goede dingen bezig? Op het moment. Nou, mijn wensbeeld is eigenlijk dat we zowel de technische toets als de inspectie en of de monitoring, dat die aansluiten bij de risico's, de werkelijke risico's voor onze waterveiligheid. En dan vanuit ook die risico's je maatregelen nemen. Want waarom zou je bepaalde scheuren, waarom zou je bijvoorbeeld beregenen? Is dat voor je waterveiligheid of is dat eigenlijk om je grasmat goed te houden? Ook als we vanuit de risico's zowel de technische toets als de inspectie gaan voeden, dan verwacht ik dat die twee ook beter op elkaar afgestemd zijn. Op het moment richt de technische toets zich op het verlagen van het volume gewicht en inspecteren of monitoring doen we op scheuren. Die scheuren komen niet terug in je technische toets en het lage volumegewicht komt niet terug in je inspectie. Nou, op zich is het prima als we daarover eens zijn, maar dan moet het wel dus gezamenlijk tot een veiligheidsoordeel leiden. En op dit moment zijn het eigenlijk twee werelden die langs elkaar heen leven. Dus we gaan nu eigenlijk aan de slag in vier thema's. We hebben vier flips daarachter. Risico's, de technische toets, inspecteren en of monitoring en de maatregelen. Ik had ook nog een klein stukje over waarom dit nou toch wel heel erg belangrijk is, waarom wij dit met elkaar moeten gaan doen. Het is eigenlijk weer zomer, het is komkommertijd en dan is het droog. Nou, dan komt de media weer om de hoek. Ons vakgebied staat ineens in de spotlight, zijn we niet gewend. We moeten ineens met een goed verhaal komen. Laten we ons alsjeblieft in deze tijd, waarin we gewoon goed over de dingen na kunnen denken, tot een mooi rond verhaal komen vanuit de waterveiligheid. Dat we ook gewoon weten welke dingen we vanuit waterveiligheid doen en welke dingen we eventueel voor, weet ik veel, de schapen doen of de of de media. Het mag ook best wel duidelijk zijn dat we zeggen, oké, we gaan die inspectie lopen omdat het van ons wordt verwacht vanuit onze inwoners. Maar dan weten wij als geotechnici of als dijkspecialisten, oké, dit heeft gewoon een ander doel. Maar laat ons daar alsjeblieft gewoon één verhaal van maken. Nou, dat was eigenlijk trouwens eindboodschap. En nu gaan we gewoon aan de slag. We lopen even de sheets langs en dan het is de bedoeling dat je gewoon een beetje rondloopt en overal je input geeft bij de verschillende thema's. Risico's, daar gaan we dus echt kijken wat bedreigt onze waterveiligheid nou werkelijk. De technische toets, daar gaan we kijken, nou die technische toets, daar hebben we een aantal toetsregels, maar nou sluiten die nou eigenlijk wel goed aan bij de risico's die we eerder hebben bedacht.
Nou, hetzelfde geldt voor inspecteren en monitoring. Die inspectie die we nu doen. Wat moeten we daar, welke schadebeelden moeten we opletten? En moeten we bijvoorbeeld eigenlijk andere dingen gaan monitoren dan dat we nu met de inspectie doen? En uiteindelijk maatregelen. Nou, als we dan een scheur gaan vullen, hoe moeten we dat dan het beste aanpakken? Dus sta op en loop die kant op. We gaan heel even snel door, want ja, we hadden eigenlijk al 5 minuten geleden af moeten ronden. Maar de rest is er ook nog niet. We gaan even naar de inspecteren sheet. We hoeven er trouwens niet helemaal heen te lopen. Vanaf hier kunnen we het denk ik ook wel zien. De vraag daarbij was eigenlijk van, we zien dat verschillende waterschappen op verschillende momenten gaan inspecteren. En welke keringen ze dan inspecteren, dat is ook allemaal anders. Niet veel animo, dus we gaan gewoon heel even door naar de volgende, naar de maatregelen. En Lennart, we hebben nog 1 minuut, hoor ik net. Dan doen we het heel snel. We hebben heel even zitten kijken naar de maatregelen en een beetje wat we net ook al in de discussie hadden van wanneer ga je überhaupt wat doen buiten. Ik moet zeggen dat wij relatief weinig inspecteren en alles wat wij bedacht hebben van dat is eigenlijk helemaal geen droogtegevoelige dijk. Waarom zou je dan als het droog is buiten dan gaan kijken? Als het heel lang droog is dan kan je een keer kijken van goh, zie ik nog iets raars. Maar eigenlijk pakken we alleen de stukjes waarvan wij denken van nou die zijn echt droogtegevoelig. En het is in ons gebied dan al niet zo heel veel meer. Want we de rest gewoon hebben afgedekt met de kleikap en dat gaat prima. Als je dan een beetje kijkt naar, er staat die beregenen scheuren herstellen. Schapen op een dijk, ik zou ze eigenlijk op een andere dijk zetten, maar meer vanwege het gras dan vanwege wat de schaap daar op de dijk doet. Want dat gras groeit gewoon niet meer. Besproeien, ja, we hebben er wat vraagtekens bij of het effectief is. Krijg je wel genoeg water op een dijk? Is het niet meer symptoombespreiding of richting PR-achtig? Doet het echt wat? Vraag het af. Wel zaten te denken van als je het echt wil, dan moet je dat doen voordat de droogte intreedt. En dan zou je dus iets met een infiltratiesysteem in je dijk moeten bouwen wat door een sensortje wordt aangestuurd. Op het moment dat het grasplantje om water vraagt, dat er een pompje aanslaat of een luikje open gaat en de dijk eigenlijk voorzien wordt van wat extra water. Dus dat is die. En dan willen we van de zomer, als het weer droog wordt, eens naar kijken van wat de effecten zijn. Bij het schonen van sloten wordt heel vaak een klein randje slip langs de oever omhoog getrokken, waardoor je eigenlijk een soort waterdicht laagje langs het talud krijgt van je sloot. En we willen eigenlijk eens kijken of we, als we wat pijlbuizen plaatsen en we gaan actief dat perforeren, of je dan een verschil in waterstand gezien dat er wat meer water de dijk instroomt. Maar dat is een proef die we gaan uitvogelen of het echt verschil uit gaat maken. Voor de rest scheur opvullen. Afhankelijk van wat voor scheur waar de scheur is. Dwarsscheur is interessant om op te vullen. Er komt hoop ellende van water wat naar binnen komt. Komvormige scheuren of vervormingen in je teen zou ik altijd even naar kijken van wat gebeurt er nou echt. Maar heel veel krakkelee, langscheuren. Zolang het niet echt drastisch is, waarom zou je het allemaal gaan opvullen en gaan doen? Kijk eerst maar eens hoe het herstelt in de loop van het najaar voordat je er echt iets gaat doen. Heel vaak wordt er wat gedaan, maar dan is het meer vanwege het gebruik van de grond, omdat er dan een boer klaagt over schaapjes die ergens in een scheur vastzitten. Dan kan je afvragen of je dat als waterschap moet doen of dat je dan tegen de boer zegt, joh, jouw grond, regel dat. Dus ik zou heel goed kijken van welke scheuren doe je wel en welke scheuren doe je niet. En eigenlijk was er eentje, maar dat is meer voor de technische club. Kijk goed naar de mineralogische samenstelling van je klei. Als je een dijk versterkt, let heel goed op wat voor klei je erop draait. Is het niet te nat, is het niet te droog? Want ik denk dat 80% van de scheuren in de zomer voorkomen kan worden door daar goed op te letten en veel meer aandacht voor te hebben. In samenspraak met het goed verdichten, dan heb je zomers veel minder te doen. Dan kan je van het mooie weer genieten. Jongens, allemaal bedankt voor jullie input.